Stiens is een nieuw cultureel initiatiefrijker. De voormalige timmerwerkplaats Annex Kaaspakhuis op Smelbregen nummer 9 is recent gerestaureerd en verbouwd. In de volksmond is het pand bekend als Pakhoes. Het goed geoutilleerde intieme zaaltje op de bovenverdieping heeft een capaciteit van maximaal 34 stoelen en is voor minder valide toegankelijk via de nieuwe lift. Het cultureel centrum moet bekend worden onder de naam Solo. Dit refereert aan de reclame voor het margarinemerk die gedurende een deel van de 20e eeuw op de gevel prijkte. Het was een pandje wat wel opviel, waarvan je zei: het is een mooi pandje, maar ja, het was erg vervallen. En dit is een hele mooie hoek van Stiens, dus we vonden dat wel erg jammer. En toen we doktershoes gedaan hadden, zeiden we: dan moeten we daar maar aan beginnen. Ja, want het is natuurlijk eigenlijk voor Stiens, die Smallenberg, is een heel uniek stukje, hè? Ja, dat is prachtig. Dat is denk ik het mooiste stukje van heel Stiens. En als het een aantal van die panden zijn in de loop der jaren opgeknapt nu, het ziet er veel en veel beter uit. Ja. Maar dan denk ik op zijn beurt, waar begin je aan? Daar moet je niet aan denken. En je doet het. Het is een stuk erfgoed. Dat was de doktershoes. Dit is ook een stuk erfgoed. Het is geen monument, maar in het hele beeld van Stiens is het toch wel een heel wezenlijk element. En het aardige is natuurlijk, het was een timmerwerkplaats in de 19e eeuw, begin 20e eeuw, een pakhoes. En het leuke is dat het zo midden in het dorp is, waar de dokter woont, waar de notaris woont. Het was een hele sociale gemeenschap. Als je het weg zou halen, dan is die gedachte ook weg. Dat is jammer. Maar om te vragen waar je in te gaan, wij wisten inderdaad niet waar we aan begonnen. Toch niet, hè? Vaak met dit soort dingen. Nou ja, met beide projecten, ja, dat loopt toch anders dan je misschien van tevoren denkt. Nou ja, je kunt er niet over zien. Dus je begint eraan en kijk waar je uit kan komen. We hebben een hele goede aannemer van de Vecht uit Weidem, restauratie-aannemer. En die had alles gewoon netjes dichtmaken, het houten bindwerk eruit gaan. En in plaats van drijven van de grote dwaren is er een keurige garage door van het pak om. En alle beton die er omheen zit, is al je waaihellen. Dus het is nog weer netjes messelwerk. Je kent oor en nee, je gaat net van elkaar onderscheiden. Boppen zitten er twee ramen in en één door. En terwijl de door had de timmerman altijd zijn hout naar binnen gebracht. Dat lag op een zolder. Na die door wie ik niet meer nodig. Dus we hadden een ruitje voor een plak zetten. En nu ben drie ruiten aan beide kanten. Ja. Mooi als voor iemand die hier al 15 jaar in het dorp woont. Om dat oude stukje weer nieuw zien te worden. Ja absoluut. Ja, het is een verrijking voor het dorp. Net alleen het gebouw. Ook de inhoud die het krijgt, uiteraard. Maar het gebouw doet natuurlijk ook mooi. Ja, het is echt een klapper. Maar goed, het resultaat is er. En nou moet het natuurlijk een invulling hebben. Hè? Wat gaan jullie ermee doen? Nou, er komen kleine concertjes. Er kunnen niet zo heel veel mensen in, een man of 30 ruim. En er komen kleine tentoonstellingen. Er komen wat lezingen af en toe. Dat is een beetje de gedachte. Ja. Multifunctioneel, maar dan denk ik, we hebben hier ook een heel groot multifunctioneel centrum, de Skalm hier in Stiens. Was er toch nog ruimte voor dit? Dat wachten we af of er belangstelling is. Het is natuurlijk niet grootschalig. Het is kleinschalig, heeft het karakter van een huiskamer, wat mensen dan ook weer intiem vinden. En ja, als tentoonstellingsruimte hopen wij dat het ook geschikt is en dat er aardige dingen gebeuren. We willen focussen op de geschiedenis van Stiens, van de regio, van de doktershoes en niet te vergeten de Stiense planten, want de dokterstoen is bekend om de Stiense planten. Hè. We zijn nu wat bollenplanten in de tuin en zo heeft het verschillende functies. Ja. Dus hier willen we ook aandacht besteden aan die Stiense planten in het voorjaar. Ja, dat is uniek en we willen eigenlijk ook het enthousiasme wat wij daarvoor hebben, hopen we, zowel voor het huis als tuin, andere mensen ook een beetje enthousiast te maken. Daarom stellen we het ook open, het huis en de tuin af en toe. Druk een planning aan het maken, de agenda rond met allerlei activiteiten hier in het Pakhuis Solo. Ja, nou ja, volgende week 4 november is het eerste concertje. We vinden het leuk om een jonge, veelbelovende muzici aandacht te besteden. Dus Wietske Holtrop. Wel opgeven via de website, want het is niet zo groot. Dus er kunnen een beperkt aantal mensen in. En daarna tentoonstelling over de Tour van Stiens. We hebben veel archiefonderzoek gedaan. Ook over de bomen op het kerkhof in de archief in Tresor. En er komt een boekje bij uit en we hopen dat mensen het interessant vinden. Leuker om hier aan meegewerkt te hebben? Ja, absoluut. Dat is een van de mooiste projecten van mijn hele loopbaan, denk ik.
Tot slot, Leeuwarderdeel is met het pakhuis Solo een stukje cultuurrijker geworden? Ik hoop het. Stel de bedoeling.